Hoi en gezellig dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Het is dus een beetje donker, maar ja, dat krijg je gewoon nou eenmaal in deze tijd. Maar ik vind het gezellig dat je weer kijkt en ik ga je weer even een paar dagen meenemen achter de schermen met wat ik allemaal aan het doen ben en ook gewoon in mijn vrije tijd doe. Het is nu dus al avond, het is al halverwege de week en dat komt omdat Solief ziek is geweest, of ziek is eigenlijk nog een beetje. Dus daar ben ik natuurlijk even druk mee geweest, want eerst heb ik de buikgriep gehad. En vervolgens heeft Zoonlief nu de verkoudheidsgriep. Dus het is echt feest hier in huis. Maar goed, we kunnen het allemaal maar weer gehad hebben. Dan zijn we er weer doorheen, mag ik hopen. Dus maar goed, ik ga je in ieder geval nu een paar dagen meenemen. Oh ja, en gisteren heb ik avonddienst gehad, dus dan werk ik tot 8. Nou ja, en je kan je voorstellen, als dan ook Zoonlief nog eens ziek is, ja, dan doe ik niet meer zoveel 's avonds natuurlijk. Maar goed, ik dacht, ik ga je toch nog weer een paar dagen gezellig meenemen. En vanavond wilde ik namelijk aan de slag om het paarse vest verder af te maken. En ik ben ook nog met een ander project bezig. Dat is deze. Dat is, geheimpje, mijn lievelingsvest. Wat ik opnieuw aan het haken ben. En ook aan het filmen ben. Dus daar komt ook binnenkort weer een nieuwe video van. Maar goed, dat is voor een andere keer. Nu wil ik dus graag mijn vest af gaan maken. Nou, hier is het grote vest. Die ziet er nu qua kleur natuurlijk helemaal geen rol van, hè? Dat snap je wel. Maar in ieder geval, dit is de huidige situatie. En wat ik zeg, je ziet er niks van. Maar de mouwen waren af in de vorige vlog. En nu heb ik ook, en dat kun je misschien zo wel een beetje zien, de boorden van de mouwen eraan gemaakt. Dus nu is het zaak om dus zo de arm en de zijkant van het vest dicht te gaan maken, zodat ik daarna hiervoor zo rondom kan gaan haken wat het idee was. Dus dat is wat we gaan doen. Vanavond in ieder geval. Ik heb nog een uurtje voordat ik een half uurtje voordat ik naar bed ga. Dus ik dacht, nou, dat kan nog best wel even iets doen. En dan ben ik morgen iets eerder klaar op mijn werk. Omdat ik dus gisteren een avonddienst had gedraaid. Dat doe ik normaal gesproken op dinsdag dus niet. Want gisteren was dinsdag. En dat betekent dat ik dus morgen eerder klaar ben. En nu heb ik het idee om morgen even naar het bos te gaan. Dus dan neem ik je gezellig natuurlijk even mee als ik ga. Want ik wil namelijk even op zoek naar wat herfstbladeren. Want ik heb op allerlei leuke TikToks en dingetjes gezien dat je met klei dan zo'n heel leuk herfstschaaltje van zo'n blaadje kan maken. Dus dat lijkt me heel leuk om ook te gaan knutselen. En dan zal waarschijnlijk de klei, als ik dat morgenmiddag nog wil doen, dan zal de klei natuurlijk echt niet aan het eind van deze vlog al droog zijn dat ik hem kan schilderen. Maar dan neem ik je gewoon natuurlijk weer mee in de volgende vlog. Dan kun je dat weer zien. Maar goed, voor nu is in ieder geval het idee om hiermee verder te gaan. Zodat dit vest zo lekker voor de herfst en voor de winter klaar is. Dat zou wel echt heel fijn zijn. Dus ik ga nu gewoon beginnen met de mouw en de zijkant van het vest dicht te haken. Zodat dat gewoon klaar is. En dan is er in ieder geval een gedeelte af en dan is het einde ook in zicht. Dat is ook wel heel fijn natuurlijk. Dus we gaan lekker haken. Sjake is er ook bij gekomen. Die vond het vorige week natuurlijk super gezellig dat ik thuis was, omdat ik ziek was. Dus die heeft vorige week de hele week bij me gelegen, wat super gezellig is natuurlijk. Maar ja, deze week mist hij me natuurlijk een beetje. Nou, nu heeft hij dan deze week gelukkig wel zo'n lief als gezelschap. Maar ja, die ligt natuurlijk ook gewoon op bed. En of hier op de bank trouwens ook, moet ik zeggen. Maar, dus ja, dat heeft toch wel wat gezelschap gehad. Maar ja, zodra die kan, zoekt hij me dan toch weer op. En jullie reageerden al op de vorige vlog dat jullie huisdieren dat ook doen. En dat is echt gewoon toch super lief. Zeker als je ziek bent. Ja, dan kun je wel wat extra liefde en aandacht gebruiken toch. En dan is het altijd fijn als zo'n huisdier dat kan doen. En ook doet. Dus dat vond ik ook leuk om te horen dat jullie dat ook hebben. En herkenden. Maar goed, ik ga lekker even dit hier met het vest beginnen. Het gaat niet vanavond af zijn. Want zoals ik zeg, ik heb maar een half uurtje voordat ik naar bed ga. Dus, maar je moet een keer ergens beginnen. Dus we beginnen nu. En dan gaan we dit eens eventjes dicht haken. En kijken hoe het gaat zijn. Ik ben benieuwd.
Zo, ik ben net klaar met werken. En zoals gezegd was ik van plan om even naar het bos te gaan. Dus dat doe ik dus nu ook maar. En dus ik ga even op blaadjesjacht. En misschien dat er nog wat kastanjes liggen of zo. Die de eekhoorntjes en de vogeltjes en zo nog niet op hebben of zo. Dus ik neem je even een rondje mee. Dit was echt denk ik het beste idee wat ik de hele week al gehad heb. Gaan wandelen in het bos als het heel veel geregend heeft. Dan kom je natuurlijk modder tegen. Ik kom net thuis, dacht ik ga even mijn schoenen uittrekken en andere schoenen aantrekken. Maar dat ben ik vergeten. En dan zit ik dan boven op mijn hobbykamer met mijn blaadjes. En met klei en allerlei andere dingetjes die ik nodig ga hebben, denk ik. Ik had gisteravond, toen was ik dus bezig met mijn, met mijn vest. Dat was niet zo'n goed idee om dat 's avonds te willen doen. Want het resultaat was namelijk dat ik het opnieuw moest doen. Ik had namelijk van één mouw nog geen boord vastgehaakt. Aan de mouw blijkbaar. Dus toen dacht ik halverwege dat ik dus aan het vastnaaien was. Toen dacht ik, oh wacht even. Van het vasthaken was. Dat moet ik eerst nog even doen. Dus toen heb ik de mouwboord vast zitten haken. En toen kwam ik achter dat ik hem verkeerd om had gedaan. Dus toen zat de buitenkant aan de binnenkant en andersom. Ja, was heel handig. Dus toen kon ik alles weer uithalen. Dus tip van mij. Als je donkere wol hebt, doe het dan niet 's avonds, want dan zie je niks en dan gaat het mis. Dus ik heb besloten om dus vanavond dat niet te doen. Oh, dipper. Anyway, lang verhaal kort. Ik ga dit proberen. En als het niet lukt, nou ja, dan lukt het niet. Maar ik wil het in ieder geval uitproberen en wie weet lukt het wel en wordt het hartstikke leuk. Wat ik allemaal heb. Ik heb dus klei, gewoon... Dit is van die grijze klei van de Action. En ik heb hier nog witte zelfdrogende klei liggen. Ik heb dus blaadjes. Ik heb een roller. Gewoon een deegroller die ik dus speciaal voor klei gebruik. Ik heb van dat huishoudfolie. Van dat transparante huishoudfolie. En ik heb schaaltjes. Zodat ik daar dus... Mijn halve servies kast dat hier. Zodat ik dus als ik dus die blaadjes gerold heb. Straks van de klei. Dat ik hem dus zo als een bakje kan laten drogen. Want mijn idee is zodat ik daar vaccinelichtjes in kan doen. Dat is het idee. Beetje zo'n herfst vibe krijg, weet je wel. En dan moet het natuurlijk drogen. En dan ga ik het nog schilderen. Nee, dat ga ik natuurlijk niet allemaal vanavond. En morgen wil ik ook nog een stukje vloggen. Maar dat ga ik natuurlijk niet allemaal redden. Dan is het natuurlijk nog niet droog. Maar dat geeft niet. Want dan laat ik het je gewoon in een volgende video of in een volgende vlog laat ik het je weer zien. En dan zie je alsnog het resultaat. En heb ik je toch kunnen inspireren. Dit lijkt mij gezellig. Dus wat ik nu ga doen is ik ga eerst de klei maar eens rollen. Of openmaken en rollen. Ja, dit is luchtdrogende klei. Dat is wel belangrijk dat je dus luchtdrogende klei hebt. Als je zoiets wil doen. Maar ik heb ze ook het idee om er dus
nog een pompoentje of zo van te maken. Maar laten we niet de zaken vooruit lopen. Ik ga eerst met deze klei aan de gang. En dat, ben ik heel benieuwd naar of dat gaat lukken. Even kijken of ik hem een beetje soepel gekneed kan krijgen. Dan heb ik hier nog een oude placemat die ik daarvoor gebruik. Cute, hè? Een oude placemat waar ik hem dus op, waar ik dus dit op kan uitrollen. Dus ja, we gaan het meemaken of het gaat werken. Ik hoop het wel. Het lijkt mij leuker als het wel zou werken namelijk. Want dan heb ik een paar leuke vaccinelichthoudertjes en leuke kaarsjes, kaarsstandaardjes. Lijkt me leuk.
En nu moet het drogen. Ik heb 3 schaaltjes gemaakt. Echt super cute. En ik heb ze dus in een bakje gelegd, of in een kommetje, met huishoudfolie ertussen. Zodat je hem straks ook weer makkelijk op kan tillen en goed kan zien of dat het gedroogd is. En zo blijft het niet vastplakken aan je schaaltje. Dus deze liggen nu te drogen. Kijk, moet je even kijken hoe schattig dat eruit gaat zien. Hè? Kijk, dan moet er dus straks een lampje in of een vaccinelichtje. Leuk hè? Vind ik. Anyway, dan heb ik nog 2 pompoentjes gemaakt. Gewoon zo voor de bij. En ik ga het allemaal nog schilderen. En een pompoentje met een kaarsje erin. Nou, dan kan het kaarsje erin dus drogen. Dus ik zeker weet dat er een nieuw kaarsje in past als het droog is. Ja, en dan rest me niks als te wachten tot het droog is. Dus daar gaan we dan ook braaf op wachten. Tot morgen. En hier heb ik het vest waar ik dus van de week 's avonds aangehaakt heb. Oh, ik heb een haartje in mijn oog. Nou ja, in ieder geval waar ik van de week 's avonds aan gehaakt heb. Nou, dit is dus de tweede kant die ik vast aan het haken was. En toen kwam ik hier al halverwege. Dus achter dat deze helemaal nog niet vast zit. Dus toen ging ik in het donker dat vasthaken. En toen zat hij dus verkeerd om vast. Nou, toen kon ik hem dus weer helemaal losmaken. En toen was ik er heel vrij snel klaar mee. Dus ik heb er nu gewoon weer gewoon daglicht. Waardoor ik het gewoon weer fatsoenlijk kan zien. En dan moet het dus nu wel van belang dat ik het aan de goede kant vast ga haken. Dus ik moet even goed opletten, goed even kijken. Maar het is dus verstandig om niet dus dit 's avonds te doen. Zeker, ja, weet je, als je een lichte kleur garen hebt, kun je dat prima doen. Maar als je zoals ik een donkere kleur garen hebt, dan is dat gewoon een minder goed idee. Want je ziet natuurlijk niet alles goed. En soms gaat het wel goed. Maar in dit geval ging dat niet goed. Dus nu ga ik hem opnieuw vasthaken. Ik heb hier de draad nog waar ik het mee vast had gezet. Maar waar ik dus, die ik dus uit heb moeten halen. Maar goed. En toen dacht ik vandaag, weet je wat? Want ik kreeg namelijk een vraag via DM op Instagram. Een hele goede vraag. Wat mijn houding is tijdens het haken. En nu moet je ook weten, voor iedereen is een haakhouding anders. Iedereen zit en houdt de haaknaald vast op de eigen manier. En de een heeft hem bijvoorbeeld vast, zoals bijvoorbeeld dit, hè, zoals een pen. Ik heb hem ook zo vast, als een soort van pen. Een ander vindt het weer fijn om hem zo te haken. Weer een ander heeft weer een andere manier. Dus pin je niet te veel vast op hoe een andere doet. Kijk vooral naar wat voor jou handig is en wat voor jou goed voelt. Oh wacht, nou ben ik het weer verkeerd aan het doen, hè. Krijg je als je dus weer 2 dingen tegelijk probeert te doen. Maar, dus iedereen doet dat op zijn eigen manier. En dat is helemaal prima, hè? Je moet je niet laten afleiden door hoe een andere doet. Je kan natuurlijk tips bij iemand halen. En natuurlijk kan je altijd je eigen afvragen van, goh, wat is handig en ja, hoe doet een ander het? Maar hou dat gewoon als inspiratie en het wil niet per se zo zijn dat als jij dat dan kopieert, dat dat ook bij jou zo werkt, zeg maar. Ik moet heel even tellen hoor. 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dus dan, ja, weet je, bepaal voor jezelf ook gewoon wat voor jou werkt, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ik denk het wel. Even kijken of ik het nu goed doe. Anders kan ik straks weer opnieuw beginnen. Nee, nu doe ik het goed. Maar ja, dus dat vooral. En wat je zelf qua houding, dus qua zitten. Het is natuurlijk het beste als je gewoon met een rechte rug, ontspannen schouders kunt zitten. Maar goed, ja, ik zit ook wel eens anders. Ik zit ook wel eens onderuit gezakt. Of ik zit bijvoorbeeld zo tegen een kussen aangeleund. En dan zit je ook minder. Maar het is wel zo dat je het wel gaat merken op een gegeven ogenblik aan bijvoorbeeld je rug of aan je kont of aan je armen of aan je schouders. Omdat je dan toch niet helemaal lekker zit. Nou ja, ook dat is, het is jouw houding. En ieder lichaam heeft zijn eigen favoriete voorkeuren en favoriete houding. Je ziet in mijn video's, hoe ik zit. En als jij denkt van, nou, dat zou misschien wel eens iets voor mij kunnen zijn om zo te zitten. I don't know. Probeer dat dan gewoon lekker uit.
En kijk gewoon of dat voor jou werkt. En als dat niet werkt, dan probeer je dus gewoon iets anders. Zo eenvoudig is het ook. Dus dat daarover gezegd hebbende. Kijk vooral hoe ik zit. En als jij denkt van nou, prima. Doe je dat ook. Ik probeer wel altijd een beetje variatie erin te brengen, zeg maar, in hoe dat ik zit. Zodat ik niet de hele tijd in eenzelfde soort houding zit. Want dan krijg ik ook wel last ervan, zeg maar. Dus het is wel handig om wel een beetje af te wisselen in hoe je zit. En dan kijk je gewoon natuurlijk ook wat voor jou dan fijn zit. Dus dat een beetje over de houding. Ik hoop dat je daar iets aan hebt. En ja, kijk gewoon vooral hoe ik zit. Ik heb dus mijn haaknaald zo vast en mijn draad zo. Dus over deze twee vingers, onder deze en dan zo. Dan kan ik daar een beetje mee sturen. Dat vind ik persoonlijk fijn. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur ook daarin. Dus ja, kijk ook vooral zelf hoe jij, zeg maar, graag... Wacht hoor. Hoe jij graag zit en wat voor jou, hoe jij je draad vasthoudt, bedoel ik, hoe dat voor jou fijn vasthoudt. En ja, ik merk wel dat nu ik eenmaal dit zo doe, is het ook lastig om dat nog aan te passen, zeg maar. Dus als je net begint met haken, dan is het wel handig om er een beetje rekening mee te houden dat hoe je het aanleert, dat waarschijnlijk wel is hoe je het blijft doen. Maar goed, dat is een beetje ook een beetje aan jou, zeg maar, wat jij fijn vindt. Volgens mij ben ik er weer echt een potje van aan het maken, hoor. Maar goed. Komt goed. Ik ga even dit mouwbord vasthaken. En dan gaat het helemaal goed komen. Ga ik in ieder geval nog het mouwbord vastmaken. En hem nog even dichtmaken, zodat je in ieder geval ziet hoe dat hier zit. En dan gaan we denk ik toch weer door naar een volgende vlog. Sorry. Dus dat een beetje. Ik hoop dat je daar wat aan hebt. Voor degene die mij dat gevraagd had. Oké, ik heb hem even voor je aangedaan, zodat je een beetje kan zien hoe dat hij aan het worden is. Hij zit binnenstebuiten nu, hè. Kun je wel zien, alle draadjes. Maar, dit zijn de mouwen. Nice, hè. Dit is hoe lang dat hij is, tot hier, tot over mijn billen. En dat is ook precies wat ik wilde. Dus, en je ziet natuurlijk dat hij dus nog niet aansluit, hè. Maar dat is dus ook het punt. Dat gaan we dus nog doen. En dan ga ik dus helemaal hier zo omheen haken. En heel veel keren. Ik weet nog niet hoeveel keer. Zodat hij dus ook hier zo mooi gaat vallen. En dan denk ik dat hij dus hier breed genoeg wordt. Dat je hem een beetje zo om kan slaan. Lijkt me heel cool. Maar goed, de mouwen zitten echt helemaal goed. Perfect. Zitten hier lekker snik. Maar niet te. Maar gewoon goed. De lengte ben ik ook blij mee. Nee, ik kan het niet zo goed zien, maar de lengte. Anyway, het begint ergens op te lijken. Ik wilde je nog even één dingetje laten zien. Ik zei toch net, volgens mij zei ik het net, dat ik nieuwe plantjes heb gekocht. Dus ik dacht, ik laat je ze even zien. Kijk.
Ik ben even heel hoog op een stoel gestaan, speciaal voor jou. Maar dat is gezellig zo, hè? Ik zag het ergens bij iemand in een of andere Facebookgroep. En ik dacht, dit ziet er echt mega gezellig uit als je zo van die verschillende plantjes zo overal hebt staan bovenop de kast. In plaats van een hoop saaiheid. Ik vind hem gezellig. En dit is sprokkelhout. En dit ook. En hier staat nog een edelsteen en een Boeddha beeldje. Gezellig, hè? En nu is het de bedoeling dat er nog een paar plantjes bij gaan komen. Dus ook voor aan die kant nog, zeg maar. Een beetje qua opvulling en zo. Maar ik vind het gewoon heel gezellig en groen uitzien. Ik hou van planten. Ik ben niet per se heel goed in planten houden, maar... Oké. Oh ja, en deze klok. Deze klok loopt niet goed, hè. Dus als je ergens bij mij in mijn video's de tijd ziet waar je denkt van... Nou, dat is een vreemde tijd, Karin. Je zei net dat het 3 uur was en dan staat daar 7:45. Nee, die klok die doet het niet. Dus dan weet jij dat. Nu doe ik al best wel lang over dit vest. Langer als dat ik normaal gesproken over een project zou doen. Maar ik zal je ook uitleggen waarom. En waarom ik je dit... en waarom ik je dit laat zien. Want luister. Niet voor iedereen is het realistisch om elke dag een heel eind te kunnen haken. En dat is logisch, hè. Want we hebben allemaal drukke levens. Ik ook. Jij ook. Of we hebben lichamelijke beperkingen waardoor het niet gewoon zo vaak zou kunnen als dat je graag zou willen. Maar laat dat ook gewoon oké zijn. Hè? Dat je dus een aantal weken of langer over een project doet, is helemaal niet erg. Dat is helemaal geen punt. Het is maar net hoe zwaar je er zelf ook aan weegt en vergelijk je ook vooral niet met andere mensen. Laten we dat even voorop stellen. Kijk, ik doe er in dit geval nu langer over. Ik ben een week ziek geweest. Zoon lief is een week ziek thuis geweest. Die gaat vanmiddag weer een paar uurtjes werken. Heel fijn. Maar weet je, daardoor gebeuren er gewoon dingen waardoor je gewoon geen tijd hebt om even rustig te gaan zitten. En dat gebeurt mij ook. Dat gebeurt bij iedereen. Dat is gewoon, weet je, ja, je hebt altijd dingen die gebeuren omdat je afgeleid wordt. Maar goed... Probeer dan een kleine momentje te vinden waarin het wel even kan. Zoals, weet je, zoals nu vandaag is het inmiddels volgens mij bijna 3 uur 's middags. Ik heb nog helemaal daar niks aan kunnen doen vandaag. Terwijl ik eigenlijk met jullie het wilde delen. Ik wilde vloggen, maar het liep gewoon anders. Ik heb vanochtend mijn huishouden op orde gemaakt. Heb plantjes water gegeven, nieuwe plantjes neergezet. Ik heb gestofzuigd, gedweild. Nou ja, je kent het wel. Zoon lief was ook nog thuis. En als hij dan beneden hier zit, ja weet je, dan vind ik het ook gezellig om met hem te kletsen en even gewoon dingen te delen of gewoon even gewoon stil bij elkaar te zijn. Dus dan ga ik niet per se filmen. Maar goed, nu denk ik wel, hij is nu even douchen, hij gaat zo meteen werken. Dan denk ik, oké, dan heb ik ook weer even tijd voor mezelf. En ja, probeer dat op die manier, misschien helpt het om je dat daar een beetje mee te helpen. Anyhow, anywho, we gaan gewoon van de week weer verder met dit vest. Ik ga nu verder met een ander vest, omdat ik daar ook graag een video van wil klaar hebben, hoe je het wil noemen. Dus daar ga ik de komende dagen me eigenlijk even op focussen. Maar goed, dit vest gaat nergens heen. Dit is gewoon een vest waar ik op elk moment dat ik even gewoon niet na wil denken, gewoon even chillen, relaxen, pak ik dit vest erbij. Het is toch ideaal? Om zo'n project ook gewoon te hebben. Dat niet meteen helemaal af moet in een week of zo. Leg je zelf die druk ook niet op. Probeer ik ook niet te doen bij mezelf. En ik weet dat dat niet altijd meevalt. Maar, hè? Misschien heb je iets aan dat ik mijn ervaring deel. En dan denk je van, oh, tante Karin heeft ook nog wat te vertellen. Nou, misschien kan je er wat mee, toch? Maar goed, anyhow... Ik vond het leuk om je toch weer even een beetje mee te nemen. De gekleide bakjes zijn nog niet droog. Ik heb net nog even gekeken. Ze zijn niet droog. Dus die moeten gewoon nog een paar dagen drogen. En dan ga ik dat, denk ik, als alles gewoon normaal gaat. Dat zou ook leuk zijn een keer. Dat als alles gewoon normaal gaat, dan ga ik daar gewoon volgende week weer mee verder. Net als met dit vest. Oké? Ik wens jou een hele fijne avond, een hele fijne dag, een hele fijne week. Maak er wat gezelligs van, maak er wat moois van. Laat hieronder vooral je reactie achter met waar jij mee bezig bent op dit moment. Welk leuk project ben jij aan het doen? Dat vind ik altijd leuk om te horen.
Mocht je nog geen abonnee zijn, abonneer dan even. Dan zie je elke week creatieve video's waarmee ik je hopelijk mag inspireren op creatief gebied. En misschien ook een beetje tips kan geven over een beetje mentale gezondheid. En dan zie ik jou heel erg... Oh, en vergeet niet een duimpje te geven. Daar word ik ook heel blij van. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken naar deze gezellige video. Hoop ik dat je dat vond. En dan zie ik jou heel erg graag weer bij de volgende creatieve video. Doei doei!